We zijn hier in Geldermalsen en de intocht van Sinterklaas die gaat over een klein kwartiertje, 20 minuten gebeuren denk ik. Een heleboel zwarte pieten die zijn hier al, een heleboel kinderen, muziek op de achtergrond. Er is van alles en van alles te beleven. En Piet, jullie zijn al heel vroeg hè? Ja, wij gaan een beetje sfeer in maken. Oh, en ik heb daar al de muziek gezien. Muziek pieten? Ja, klopt. Daar, ja. Hoeveel van die muziek pieten zijn er wel niet? Ja, dat zal ongeveer 20 muziekpieten zijn op dit moment. Jongen. Het is andere Piet. Piet. Ja. Jij bent Piet, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Vind je het leuk? Ja. Hier in Geldermalsen? Ja. Ja. Vorig jaar was het ook leuk, hè? Ja. En wat denk je wat dit jaar gaat worden? Ja, gewoon fantastisch. Heb je nog een beetje pepernoten voor me? Ja hoor. Oh. Alsjeblieft. Dankjewel. En de pepernoten heb ik al. En wij gaan even kijken naar de intocht van Sinterklaas. Een bijzonder echt gebeuren met een hele hoge eenwielerpiet. Het schijnt dat een of andere goed heiligman hier vandaag gaat arriveren. Ook wel bekend als Sinterklaas. Echt waar? Ja, echt waar. Echt waar? Ja, dus ik heb mijn kinderen al meegenomen. Louis, ja, maar jij wilde zelf het meest graag hier. Ja, ik heb heel veel zakken meegenomen om alle pepernoten te verzamelen inderdaad. Ja, want die moet toch wat te delen hebben? Ja, die kinderen die krijgen genoeg te snoepen, dus ik moet ook wat hebben natuurlijk. Wat verwacht jij van de Sinterklaas? Zou hij zijn mijter erop hebben? Ik denk het wel. Ja? Heb je al een keer je schoen gezet? Ja, al 2 keer. En? Nou, 1 keer had ik een Donald Duck pocket en de 2e keer had ik een chocoladeletter. Oh, en hij is er nog niet eens en je hebt al cadeautjes gehad. Dan krijg je straks nog veel en veel meer, denk ik. Ja. Och, heb je iets bijzonders wat je wil vragen aan de Sinterklaas? Nee, nog niet meer. Ik ben het vergeten. Ik ben het vergeten. Maar wel een beetje een duur cadeautje zou ik vragen. Ja. Dat moet je niet vergeten, hè? Mm-hmm. Oké, nee, dan is het goed. Dan weet die Sinterklaas dat ook. En jonge dame, zie jij hem al, de Sinterklaas? Nee. Is hij er nog niet? Nee. Nee? Hoe laat komt hij aan? Weet ik niet. Nee? Nee. Dat kan misschien wel avond worden. Dat het donker is, of? Ja? Ja? Nou, ik denk het eigenlijk niet, hè? Want dan kunnen we hem niet meer zien. Hè? Nee. Nee? Hebben jullie al pepernoten gehad van de Zwarte Pieten? Ja. Ja? Hoeveel heb je er gehad? Nou, best veel. Oh! Eens even kijken voor de camera, zo. Een hele zak vol pepernoten. Jongen. Nou, ik krijg er straks ook wel eentje, denk ik, hè? Ja? Oké, veel plezier, dames. Ja. Ik zie hier achter de tralies een klein Sinterklaasje. Hoe heet je? Tifano. Zo, dat is een mooie naam. En jij komt hier ook de Sinterklaas begroeten? Ja. Echt waar? En heb je ook al pepernoten gehad? Ja. Ja? Je hebt ook gespannen. En kun jij al wat Sinterklaas liedjes zingen zeker? He, dat kun je wel, hè? Ja. Welke vind je het leukst? Weet ik nog niet. Ken je deze? Nog? Laat je een beetje meezingen? Nou, een beetje. Ja, zing hem maar. Weet het niet. Hier nog een heel celletje dames met een hele mooie zwarte pietenmuts op. Ja, heb je die zelf gemaakt? Nee. Nee? Wie dan? Nee. Of heb je hem gekocht? Mama hem gekocht? Ik heb hem gekocht. Ja? Vind je hem wel mooi? Paars met roze en geel. Ja. Ja. Een heleboel kindjes hier, hè? Ja. Ja, die komen allemaal voor de Sinterklaas, denk ik, of niet? Ja. Komt hij met de boot aan? Ja. Ja? Oh, en dan komt hij hier naartoe, denk ik, of niet? Ja. Ja. Dus jullie staan vooraan. Jullie zitten goed, hè? Ja. Ja. Nou, veel plezier, hè? Wij zitten altijd goed. Vertel, hoezo zitten jij altijd goed?
Nou, omdat ik altijd hier als eerste ben, want mijn vader is verkeersregelaar. Oh, en dan mag jij er als eerste in. Die regelt dat jij er als eerste in mag. Hier zien we Zwarte Pieter, die heeft het hartstikke druk, hè? Ja. Lusten ze allemaal graag pepernoten? Ja, ja? Allemaal. Is je zak bijna leeg, of niet? Ja. Oh jee, maar je hebt nog meer, hè? Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, deze jonge dame, of jonge man, die wil, deze jonge dame, hè? Die wil ook nog pepernoten. Die wil ook nog pepernoten. Smaken ze een beetje, de ja, pepernoten? Heel erg. Ja, heel erg lekker. Ja. Hoeveel heb je er al op? Een stuk of 10? Nee, veel meer. Veel meer? Oh, dan krijg je wel een dik buikje, denk ik, hè? Nee. Ben je aan het kijken of dat de Sinterklaas er al aankomt? Ja, en dat doen we het juist zo. Ja, ja, zo kun je hem goed zien, hè? Ja. Olé, hey, jij wil er ook nog tussen, denk ik, of niet? Ik zit er al tussen. Oh, je zit er al tussen. Kun je het zo goed zien? Ja. Ja? En wat denk je? Zijn alle Zwarte Pieten net zo zwart als jij? Nee. Ze hebben mooie rode lipjes, hè? En een mooie. Alleen de echte Zwarte Pieten zijn iets zwarter. Ja, die zijn zwarter. Die zijn heel erg zwart. Smakelijk eten, hè? Zijn jullie allemaal op Sinterklaas te wachten? Ja! En kunnen jullie niet even een klein liedje voor ons zingen? Dat lijkt ons zo leuk. Oké. Ja, welke gaan we doen? Sigins komt zo. Nou, dan gaan we Sigins komt de stoomboot. Allemaal, ja? 1, 2, 3. Komt de stoomboot uit Spanje weer aan? Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Er is hier een meneer, ook van de krant, met een heel groot fototoestel. En die staat ook te kijken. Meneer, bent u ook in afwachting van Sinterklaas? Ja, natuurlijk. Maar ik ben een beetje bang, man. Ik ben een beetje ondeugend geweest dit jaar. Echt waar? Ja. Echt waar? Ja. Ik ben soms echt een beetje bang, hoor. Voor... Maar wij dachten dat u toch wel uw best had gedaan. Maar... Ja, dat hoop ik wel, ja. Maar niet iedereen denkt daar zo over, hè? Nee. We staan hier aan de veerkade. Het lijkt wel een veerkade, meneer. Ja. Dat lijkt het wel. Maar ik ben blij voor alle kinderen in Geldermalsen dat het toch hier is. En niet met de trein. Ja, dat vind ik ook. Want dat had niks geweest. Dat had niet goed gekomen. Nee. Dat had niet goed gekomen. Al die pieten, moest kijken, die al voorgekomen zijn. Die staan hier te wachten. En die staan hun baas al toe te zwaaien. En wat zie je, jongens, hij zit helemaal vol. Het is een volle boot, zeg. Oh, meneer Hoogteiling, ik word helemaal zenuwachtig. Ja, ik ook. En dan moet je kijken, en heb je er al een hoop hier staan van die pietjes? Het is ongelooflijk. En de muziek erbij, het is wel... Het kan me net onder de brug door, zie je dat? Ze hebben een mastje moeten strijken. Ja, ik denk het ook, ja. Ja. Het is een hele grote boot. Ik heb nog nooit zo'n grote boot gezien. Helemaal ze niet, nee. Nee, echt niet. Jongen. Komt echt uit Spanje vandaan, denk ik. Ja, ik denk helemaal van Rotterdam vandaan. Ja, hij moet eerst over zee en dan Rotterdam die haven in. Ja. En dan moeten ze controleren of dat er niks aan verschillende pepernoten in zitten. Foute pepernoten. Ja, en of dat wel over de lingen kan, of dat die wel breed genoeg is en diep genoeg. Oh, maar het gaat allemaal goed. Nee, nog meer pieten. Het barst aan van de pieten, meneer Hoogteiling. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Het is ieder jaar weer een festijn, hè? Het is hartstikke mooi feest, het is goed geregeld. Ja. Dat we weer een mooie Sint-intocht van hebben. Ik heb begrepen, u hebt het hartstikke druk gehad met al het transport van die Zwarte Pieten, want ze konden allemaal niet op de boten. Nee, we hebben een andere boot moeten zoeken waar er veel meer op konden. Ja, en u ziet het al, hè? En extra bussen voor Pieten. Het is ongelooflijk, hè? Hoeveel Pieten zijn er wel niet? Ik denk dat er wel een 60 zijn, zeker wel. Ongelooflijk. Ja, 50 of 60 zeker. En ik zou die Sinterklaas alleen van boord af kunnen? Ja. Of moeten we hem even tillen? We gaan hem helpen. We helpen hem. Oh, een loopplank hebben ze. Kijk, een loopplank. Ja, dat is wel handig natuurlijk. Zou hij zijn paard ook bij zich hebben? Hier onderin? Ik weet het niet, hoor. Ja, paarden kan er nooit af. Ja, die kan springen natuurlijk. Een springpaard is het. Nou, daar is hij dan. Oh, en daar de loopbrug.
Hij zal door niet van die loopplank afvallen. Het is maar een smal dingetje, hoor. Eerst komen de pieten. Ja, het wordt een beetje moeilijk daar, dat afstappie. Dat is een hoog afstappie. En er is hier een bootsman bij, die regelt alles dat er niemand valt. Ik ben benieuwd hoe dat die Sinterklaas het eraf brengt. Ja, die heb ik ook. Ik kan bijna met de nog meer pieten. Allemaal pieten. En daar komt de Sint. Daar komt de Sint. Ik ben belaagd. 1, 2, 1. Oh, voorzichtig Sinterklaas. Oh, ja. Oh, de hele loopplank buigt door. Hè. En nou zijn we even snel naar het Marktplein gelopen, want daar komt die Sinterklaas straks even aan. En ik heb hier twee dames bij me. De ene is mevrouw Jenny Udo. Dag Jenny. Dag. En de ander is mevrouw Miranda de Vries. En die heeft een hele mooie ketting om. En deze mevrouw, die is burgemeester van Groot Geldermalsen. Tenminste, totdat Sinterklaas er is. Of gaat dat niet zo? Nee, ik ben altijd de burgemeester van Geldermalsen. Oh. En als Sinterklaas er is, dan ben ik degene die hem welkom mag heten. Ja, ja. En we hebben 11 dorpen en 10 aan de Lingen. Dus wij moeten altijd, op dit soort dagen, gaan Sinterklaas en ik ongeveer rennend door de dorpen heen. Het is toch ongelooflijk. Ik ben net bij de intocht geweest, het aanmeren aan de kade. En mevrouw de Vries, het was druk, druk. Allemaal kinderen, pepernoten, muziek. Het was ongelooflijk. En Sinterklaas is goed aangekomen, hoor. Hij is goed aangekomen. Gekomen. En ik heb begrepen dat hij zo naar u komt en dan gaat u hem namens de gemeente verwelkomen. Ik ga hem namens de hele gemeente verwelkomen en namens alle kinderen. En dan gaan we samen het podium daarop en dan gaan we lekker met elkaar een beetje kletsen, een beetje dansen. Sinterklaas liedje spelen, komt helemaal goed. Hartstikke leuk. Ja, zijn uw kinderen er ook bij? Ja. Die zijn daar natuurlijk bij die Sinterklaas. Ja, er loopt er hier eentje rond, er loopt er hier eentje rond die wat groter is. En er loopt er eentje die vandaag een iets ander uiterlijk heeft dan normaal. Ach, maar dat moet kunnen in deze tijd. Ja, dat moet kunnen in deze tijd. Er zijn natuurlijk veel pietjes nodig. Ja. En nu staat hier naast mevrouw Jenny Udo. Ja. En Jenny zit aan de groene thee. Jenny, hoe lang ben je al betrokken bij de intocht van Sinterklaas? Nou, zo'n 40, 45 jaar. Oh, dus je bent al 45 jaar oud dan, als je er al zo lang bij bent. Ja, en dan een paar jaar erbij, zo weet je. Maar dat vertellen we niet verder, hè? Nee, dat is goed. De intocht van Sinterklaas, altijd een spektakel in Geldermalsen. Ja. Het wordt steeds groter. Echt waar? Vind je niet? Nou ja, ik hoop het. Als het maar allemaal goed verloopt, vind ik het allemaal prima. Ja, en het verloopt tot nog toe. Ah, oké. Alle kinderen blij, wij blij. Ik heb ook al pepernoten gehad. Oh, kijk. Dus ik heel goed. Ik ben mevrouw de Vries echt lief geweest dit jaar. Ja, dat dacht ik al. Dat gebeurde niet. Ik had het idee al, hoor. Ik zag uw man hier net ook voorzichtig heen en weer lopen. Maar die is een beetje... Hij is een beetje... Hij is camera schuw. Ja, ik denk dat hij ook een beetje bang is voor de Sinterklaas. Ja, want... Ja, wat heeft hij voor ondeugends gedaan dit jaar? Oei. Ja, of mag u niet uit de school nee, ik ga dat aan Luisterpiet vragen straks. Want er is een Luisterpiet, hè, die hebben we ook allemaal op het Sinterklaasjournaal kunnen zien. En die Luisterpiet die heeft overal geluisterd naar wat kinderen en grote mensen wel of niet ondeugend hebben gedaan. Dus die weet het. Oh, we wachten maar even. Dan zeg ik het niet, hè, want ik kan mijn man niet afvallen. Dat kan niet. Dus ik zeg het niet, maar ik vraag het aan Luisterpiet. En als die het vertelt, dan kan ik er niks aan doen. Dan kunt u er niks aan doen, komt het niet uit de groep. Nee, dan komt het gewoon uit Sinterklaas. Dames, straks heel veel plezier. En we zijn met z'n allen heel blij dat Sinterklaas weer in het land is. Want het is zo belangrijk voor die kinderen. Ja, dan hebben ze. Ja, het is het mooiste feest voor de kinderen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat moet zo blijven. Houden we dat zo, Jenny? Ja, we houden dat helemaal goed zo. Jenny doet het er gewoon nog 45 jaar bij. We doen net even gek zijn. En Sinterklaas gaat ook gewoon door. Dus het komt allemaal goed, want die Sinterklaas is meer dan 600 jaar oud. Daarom. Dus Jenny kan er nog even tegenaan. Ja, dat kan makkelijk. Goed. Oké, dames, heel veel plezier. Bedankt.
En nu zien we hier een hele kleine fan van Sinterklaas. Maar die zal nog niet veel zeggen, denk ik. Of nee. Niet, meneer Van Zanten? Nee, die zegt nog niet zoveel. Is heel erg onder de indruk, Rien. Ja, je hebt hem ook niet gesminkt. Nee, laten we dat nog maar niet doen. Hij heeft nog geen baard. Dat ook nog niet? Nee, volgend jaar zullen we misschien eens een keer iets leuks voor hem aantrekken. Maar we missen eens even wennen aan Sinterklaas en zijn Zwarte Piet.